Hallo jongens en meisjes, welkom bij Zeppelin. Nog heel eventjes en dan komt Sinterklaas aan in Woudrichem. Spannend hè? Zijn jullie ook zo zenuwachtig? Nou, ik wel hoor. En die kinderen in Woudrichem natuurlijk helemaal. Maar volgens mij moeten we maar gauw gaan kijken. Over naar Woudrichem. Meneer Aert, is iedereen er klaar voor? Hallo meneer Aert, ben je daar? Burgemeester, op je plek. Nou, volgens mij gaat er iets mis. Is er iemand in Woudrichem die mij wel hoort? Volgens mij zit meneer Aert niet op zijn plek. Misschien kan even iemand gaan kijken. We maken ons een beetje zorgen hier. Ik kan nog zien voor je zoeken. Ik ga even kijken voor u. Ja, gaat u weer. Aert is er niet. Hij is hier niet. Want de snoepgoed is er. Als Aert hier zou zijn, zou de snoepgoed allemaal weg zijn. Ik ga even verder kijken. Ik ga even kijken naar de burgemeester. Ik hoor niks. Burgemeester, weet u waar Aert is? Ik kan het niet. Het is een ramp. Nee? Nou, u weet niet waar die is. En Aert staat dus ook niet. Is de uitzending al? Hij is er nog niet. Ik ga even kijken bij Hans. Meneer Hans. Ik schrik ervan. Stil. Er is een ramp gebeurd. Sinterklaas komt toch wel? Jawel, hij komt toch wel. Maar wij missen Aert. Dat is nou het groot probleem. Kan je mij even helpen? We gaan met z'n allen roepen, meneer Aert, waar blijft u? Ik tel tot drie, jongens en meisjes, en dan zingen we allemaal, schreeuwen we allemaal, meneer Aert, waar blijft u? 1, 2, 3. Waar blijft u? Ja, goed zo. Nog een keer. 1, 2, 3. Goed. Ik denk dat het goed is, dat dit ook wel gehoord. Kunnen we nou weer verder gaan? Ik denk het wel. Oh, gelukkig maar. Tot ziens. Dankjewel. Hey, ik ben toch... Als dat allemaal maar goed gaat, Aert, dan kunnen we gewoon niet beginnen als Aert er niet is. Jongens, pas op. Allemaal vrij hier. Hey, cameraman. Hey, even vragen hoor. Kijk, het is 10 voor 12 en om 12 uur komt Sinterklaas in Woudrichem, mevrouwtje. Ja, komt u ook kijken? Ze zegt niet veel, hè? Een beetje star, een beetje koud dametje, hè? Dit is de intocht voor Sinterklaas, ken jij dat, ja, cameraman? Ja, ken je dat? Ja. Ben je er wel eens geweest? Ook? Ja, lang geleden. Ja? Ja? Oh, leuk. Nou, ik ga er ook even heen, want het is 10 voor 12, we hebben alle tijd. Ja, dus die kant op, hè? Die kant. Die kant? Jazeker, kom maar mee. Oh, ik dacht dat die kant op. Nou ja, kom maar mee. We hebben alle tijd. Ja. Zie je wel, er is helemaal niemand. Nee. Er is geen mens. Er zijn wel een paar mensen, ja. Een paar mensen zijn er wel, ja. Die kant op of die kant? Die kant op. Oh, die kant. Oh, heel veel mensen, hè? Ik ga even vragen aan die mannen daar beneden, daar. Kun je even een beetje opschikken? Ja. Maar, maar even wat vragen. De intocht van Sinterklaas, ben ik hier goed? Nou, luister eens even. Sinterklaas, die komt niet hier, hoor. Daar ben de hemel abuis. Ja, is zo. Ben de hemel abuis. Ligt het? Ja, het ligt niet. Wij hebben het nooit geloven. Waarom zouden we nou dan liegen? Dit heet een leugenaarsbankje. Ja, nou daarom liegen wij niet. Oh ja, dat is waar, maar... Nee. Ja, maar daar ben ik mooi klaar mee. Want ze hebben mij gevraagd om hier om 12 uur te zijn voor de intocht van Sinterklaas. Nou, dan zal het dan degene moeten vragen wat je dan gevraagd hebt. Oh. Maar die is aan huis geweest. Oh, nu gaat het mis. Nu word ik zenuwachtig. Ja. Is er iemand die mij naar de cel kan brengen? Hallo? Hallo? Iemand? Ja? Ja. Kom, mee. Hup, lopen. Nee, maar... Ja, we schuipen toch aan de haal! Oh! 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 Zo bedoel ik het ook niet!
Oh, oh, joh, zag je dat zeg? Ik kreeg schoppen. Nou ja, sorry, ik was een beetje te laat. Ik dacht dat het, dat het nog voor 12 was. Maar ja, ik word ook een beetje ouder. Dan vergeet je allerlei dingen, hè. Nou goed, dan kun je toch zitten. Ik zal even zeggen, ik ben hier in de cel in Woudrichem. En ik zal even laten zien wat er vooraf is gebeurd terwijl ik even weg was. Te laat, sorry hoor, ik was het vergeten. Nou, lieve Sinterklaas en natuurlijk lieve Wegwijspiet. Ik heet Thomas en ik wil graag een raceauto om in te racen en een broertje om mee te voetballen. Ja. Nou, dat kan. Maar nou moet je nou eens even kijken wat ik hier heb. Ja? Wat zij schrijft. Beste Sint en hele lieve Pieten. Ja. Ik heet Elvan, woon in Sesamstraat 5 en werk in het kasteel. Ik wil graag voor mijn Sinterklaas een echte Piet. Hij moet heel lief zijn en niet zo groot. Dank u wel en doet u hem maar door de schoorsteen. Groeten, Elvan. Oh. Kinderen ook denken. Dat ben ik. Ze bedoelt mij. Jij? Ja. Nee, dat regel ik wel. Elvan. Zo, Wegwijs. Dat ziet er mooi uit. Ja. Voor wie is dit pakje? Het is voor Elvan. Voor Elvan? Ja. Oh, dan moet je die schoenen wel even mooi nog een beetje inpakken. Maar... Voorzichtig. Zit er vast. Je zit er zelf in. Ja, dat had Elvan gevraagd. Een lieve kleine Piet. Een cadeautje. Ja, maar het gaat niet. He? Ik ben helemaal gek geworden. Je bent een wegwijspiet. Je bent geen weggeefpiet. Kom er weer uit. Ik heb je nodig. Nou. Op, je moet werken. Oh, ik snap het alweer. Ik snap het. Ga ik wel naar Elvan toe zeggen dat het cadeautje niet doorgaat. Ja, nee. Maar... Jammekes, jamme, jammekar, jamme. Keule me, jamme me, zoek de koele. Jammekes, jamme. Mag ik niet eens als cadeautje naar Elvan van die hoofdpijn, Piet? Zo'n lief meisje. Oh, 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 oh. Wat moet het nou weer? Er zijn die Pieten niet aan boord. De wegwijspiet is weg en het komt door het cadeautje van Elvan en ik was te laat. Het is, oh. En er zijn zoveel mensen. Moet je kijken. Ja, niet allerlei kleine kinderen, maar ook de burgemeester met twee kleintjes. Die worden later burgemeester. En er zijn ook oudere mensen. Oma Brand heb ik gezien. Die is hier ook. Die is 80. Oh. Kijk, daar heb je ze weer. De burgemeester met kleine burgemeestertjes. Nou, we moeten maar weer verder kijken wat er nog gebeurd is, want dit loopt niet goed af. Kijk maar eventjes met mij mee, hoor. Hij moet nou toch echt opschieten, hoor. Als hij nou niet heel gauw meekomt, die wegwijs, dan is het allemaal te laat, dan hoeft het niet meer. Dan is de boot al in Woudrichem. Oh, je hoeft niet meer door de schoorsteen, want ik heb je al. Ja. Lieve Piet. Ja, weet ik. Ja. De boot is al bijna in de haven. Sta je nou toch allemaal te doen, jongen? Oh, dat heb je de hoofdpiet. Ja, daar heb je de hoofdpiet. Zeg, hij gaat even mee als je niet erg vindt. Nee, dat kan niet. Ik moet bij Elvan blijven. Ik was voor Elvan was ik bestemd. Ze is zo niet, ze is zo klein. Je bent een bruut. Je bent een bruut. Nee. Als ik de zwarte Piet niet meer cadeau krijg, dan word ik zelf wel een hulppiet. De boot al bijna in Woudrichem, hoorde ik zeggen. En de hoofdpiet en de wegwijspiet zitten niet aan boord. Nou, dan moeten we die boot gaan zoeken. Kijk, dat bedoel ik nou. Een schoorsteen met rook en daar zit een boot onder. Kijk, ja, ga maar eens een beetje... Is dat een boot of... Nee, dat is toch geen boot? Nee, dat is geen boot. Hier, een boot vaart in het water. Ga naar links. Links. Ja, door. En dan moet je een groot ijzer ding hebben.
wat in het water vaart, zinkt niet. En er zit er bovenop een schoorsteen en daar komt rook uit. Ja? Nee? Ja? Nee, 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 nee. Het is een oude boot. Ja, hele oude boot. Kijk maar, ja. En verder, wat een grote rivier, hè? Nee. Het is een zeilboot. En allemaal gewone boten. Niks. Helemaal niks te zien. Ja, ja, daar, ja, precies daar in het midden. Met dat rood erop. En die rook. Dat is de boot van Sinterklaas. Daar heb je hem. Volgens mij zijn we er bijna, maar het is zo vervelend dat de hoofdpiet en de wegwijspiet niet hier zijn. Ja, jij bent er gelukkig, praatjespiet. En jij bent er, plaatjespiet. Gelukkig maar, anders zou ik helemaal niet gezien worden. Maar waar zijn die mensen toch? Misschien in de machinekamer, dat is het enige wat ik kan verzinnen. In de machinekamer? Wij weten dat ze hier nog op de kade staan. En moet je kijken, ja, dat lijkt wel of alles in brand staat, zeg. Dat zijn natuurlijk, ja, dat zijn hele erge hulppieten. En die proberen dat wel aan de gang te houden, maar de hoofdpiet en de wegwijspiet zijn er niet. Oh, en die oude motoren, het is zo gevaarlijk. En al die kinderen die hier staan te wachten. Waarom is het elk jaar nou weer zo dat het fout gaat? Ik word er zo moe van, mensen. Ik hoop zo eens een keer dat het zonder problemen gaat. De intocht van Sinterklaas zonder problemen. Dat zou ik graag in mijn schoen willen hebben. Nou ja. Goed, niks aan te doen. Moeten we maar wachten. Zie je die man daar? Met die rode jas? Dat is een beetje, ja, een Sinterklaas-dirigent. Ja, nou, we moeten maar weer gaan zoeken naar de boten. Even kijken. Ja, daar heb je hem. Gelukkig. En nou maar hopen dat die hoofdpiet en die wegwijspiet nog aan boord komen. Hier, de kapitein die kijkt al uit of ze eraan komen. Misschien vinden ze wel een klein bootje of zo ergens. Goed opletten. En daar zijn ze. Zijn dat ze? Ja, ja, echt. Dat zijn ze. Dat zijn we. Een wonder. Een wonder. Wegwijs. Kom op. Net te laat, bijna te laat. Wat scheelt het, wat scheelt het? Dag Sinterklaas. Oh, zo. We zijn er. Ja. Het is gelukt. Druk gehad hoor, Sinterklaas. Jullie waren in de machinekamer? Ja, alles moest. Nou, ook. Alles moest nog geregeld worden, maar het is allemaal geregeld. Ik ben blij dat jullie er zijn. Dat leggen we nog wel eens uit, Sinterklaas. Want ik heb hier een tijdje gestaan. Het is prachtig weer. En daar, er moet dus daar ergens Woudrichem zijn. En dan daar in de Vechten heb ik gezien, daar ligt dat prachtige kasteel Loevestein. Dat weten jullie niet, maar ik weet daar een versje op. Zal ik het voordragen? Een versje? Een Sinterklaasversje? Een Sinterklaasversje op Loevestein. Goed, Sinterklaas. Dat gaat geloof ik zo. Ja. Hou jij het boek even vast? Ja, zo gaat het nog niet, hoor. Het gaat anders. Niet in uw nee, uit mijn hoofd. Uit mijn hoofd. Ik ken het uit zijn hoofd. Waar Maas en Waal tezamen spoelt en Gorkum reist van ver, daar heft zich op de linkerzoom en spiegelt in den brede stroom een slot van eeuwen her. Het is Loevestein! Het is Loevestein! Loevestein. Mooi, hè? Prachtig, Sinterklaas. Hoofdpiet. Tollens? Tollens. Mooi, Sinterklaas. Zeg maar wat ik nog zeggen wou. Als het zulk weer blijft, Sinterklaas, nou, dan hebben we morgen geen anderhalf tot twee centimeter regen. Nee hoor, dan hebben we alleen maar zon, begrijpt u wel? Ik begrijp er niets van, maar ik ben het wel met je eens. Ja, toch? Ja, maar ik heb voor de zekerheid de parapiet bij me. Voor als het gaat regenen. Gelukkig, Sinterklaas, ja. Meer dan twee centimeter. Ja, nee, heb stel je voor. Heb jij nu in de gaten waar wij naartoe moeten? Sinterklaas, laat dat allemaal maar mij over, hoor. We gaan naar Woudrichem. Maar dat Woudrichem ligt toch aan waar je nu met je rug naartoe staat? Ja, maar dat is niet erg, hoor, want het ligt aan de andere kant van de wereld. Dus dan komen we er zo. Begrijpt u wel? Anders lukt dat nooit. Klaas, we moeten niet eens proberen het te begrijpen.
Wij komen in Woudrichem. En wel heel snel. Ondanks hem. Ondanks de wegwijspiet. Goed zo, jongen. Fijn dat ik de weg gewezen heb, hè, Sinterklaas? Ja, en dat de praatjespiet en de plaatjespiet bij gezelschap hebben gehouden. Want... Altijd dat geklets van die wegwijspiet. Wij komen er zo. Niks aan de hand. Let maar op mij. Ik regel dat allemaal wel. Maar ondertussen is hij nog steeds niet binnen. Hij komt er wel in de verte aan met allerlei schepen om hem heen. Ja, dat zijn mensen die natuurlijk helemaal vooraan willen zitten, hè, om de Sinterklaas te zien. En om hun briefjes met hun wensjes allemaal te geven. Hè. En een leuk cadeautje willen ze graag hebben in hun schoen. En kijk, het is een geel bootje er vooraf. Die kun je beter hebben dan een wegwijspiet, zo'n geel bootje. Het klinkt weer een beetje muziekerig. Moet je eens even kijken of die muziek, die Pietenband er ook nog is. Misschien kunnen we daar beelden van krijgen. Even kijken. Ja. Dat is de grote toeter. Zie je hem? Zie je, waar ben je? Wegwijspiet, waar ben je? Precies, die vraag stellen wij ons ook voortdurend. Wegwijspiet, waar ben je? Maar al die mensen hier, een beetje in het zonnetje staan, het winterzonnetje, die houden dan de moed er wel in, want ze hebben gehoord dat Sinterklaas vlakbij is met de boot. Ja, mensen achter die schepen, daar heb je ze allemaal. Even kijken hoor. Oh! Wat is dit? Een soldaat. Dit is een hele oude soldaat, tenminste, van een oud leger eigenlijk. Hè? En die kijkt in zijn verder kijkertje of de boot er al aankomt. Maar hij heeft er ook een kanon. Dat voorspelt niet veel goeds, mensen. Oh, wat hebben ze nou weer verzonnen? Wie bedenkt nou zoiets? Wat, nee toch? Gaan ze er kogel in stoppen? En de boot komt eraan. En nu? Wat gaat hij doen? Kijk nou toch uit! Speelt er weer iemand met lucifers? Nee! Kijk, pas op! Pas op! Nee! Gelukkig mis! Hoor je dat? Gaan ze nou schieten, Sinterklaas? Ja, ze gaan schieten. Ik schrik me dood. Die wegwijspiet die aan het schieten is. Weet je wat zo fijn is? Hoofdpiet, alle kinderen van Nederland kunnen horen wat wij zeggen. Als het goed is wel. Ook de kinderen die niet zo goed kunnen horen. Dat is helemaal geregeld dit keer. Oh, die worden ingeseind met... Ja. Daar heeft de praatjespiet voor gezorgd, met zo'n ovaaltje. Hallo, hallo, dove kindertjes van Nederland. Ze zijn hier. Oh, je doet het zelf. Ik hoop dat ik het goede gezegd heb. Ja, dan hebben we de dove tolk niet meer nodig. Nee. Goed zo. Ik ga maar alvast naar de burgemeester toe, hoor. Oh. Burgemeester, waar kom ik erdoor? Hoe kom ik hierdoor? Mensen, mag ik er even door? Mag ik hier even tussen de menigte door? Pas op, ik moet hier even tussen de menigte door. Mag ik hier even om het hekje? Ja. Oh. De burgemeester, heb jij die gezien? Is hij die kant op? Oh, die kant. Er komt die rare Piet weer voorbij. Kijk nou, wat er gebeurt hier. Dat is volgens mij helemaal niet erg, de Sinterklaas. Dit is Sinterklaas. Kijk daar achter. Helemaal niet erg, de Sinterklaas.
Sinterklaas is in met... Ze verzinnen wat tegenwoordig, hè. Ik ga even naar de burgemeester toe, hoor. Oh. Oh. Burgemeester, hoe is het met u? Ja, we zijn helemaal geschrokken. Ja? Volstrekt geschrokken. Iemand meldde mij aan te zeggen. Ja. Sinterklaas komt er niet aan. Nee. We zien we eindelijk een keer aan de keer. Dus ja, we denken dat we niks zullen doen. Nee. Wegwijspiet was ja, weg. Weg, allemaal weg. Wegwijspiet. Ja. Maar ik heb wel geschrokken, want ik heb hem in de kou gelopen, heb ik gezien. Hè? Dus ik dacht dat we nou vast een das geven. Oh, wat vind ik dat aardig. Heel, heel aardig. Vind ik dat aardig. Kijk. Oh. Kijk, zo. Wel mooi. Maar gaat het wel goed met je? Ja, dat wel. Mag ik even kijken hier naar die flessenopener? Nee, is geen flessenopener, hè? Ik dacht altijd dat het een flessenopener was. Kijk, dat je dan zo je flesje open kon maken. Oh. Nee, dit is de ketting van de gemeente. En dit is Woudrichem met de Giezen. En dan heb je Andel, Giezen, Rijswijk, Almkerk. En dat is eigenlijk de hele ketting. Ja, maar en dan wordt u dus 's avonds in de ketting gelegd. Sommigen proberen dat aard, maar dat het altijd op Sinterklaas die mij een beetje helpt. Oh, heel goed. Ja, heel goed. Goed, hè? Ja, heel goed. Ja. En dit zijn uw kinderen? Nee, dit zijn de kinderen. Zij is Marjolein, hè? En zij is 6 jaar vandaag geworden. En dat is Alaa, die komt uit Irak en die zit op onze asielboot. Dus die hebben we er ook bij. En Mandy, die is vandaag op jarig. Nee, jij bent 5 jaar. 7 jaar. Ben jij jarig met Sinterklaas? Ja. Welke datum is dat? Weet ik eigenlijk niet. Zes dagen. Vandaag ja. Wel gefeliciteerd. Flapstaart. Zo. Ja, nee, jij bent ook een mooie kerel. Oh. Nou, ik ga eens even kijken of die boot eraan komt. Ik ga niet meer over dat dingetje heen, hoor. Moet ik nou weer terug? De boot komt eraan, maar ik moet daarheen. Nou ja, dan ga ik nog een keertje terug, hè. Oh, oh, oh. Als ik nou ook nog val, nou dan zijn de rapen gaar. Ja! De boot. Ik heb hem een beetje gezien. Volgens mij is het die kant op. Moet je kijken. Pas op dat jij niet te water valt, hè, cameraman. Kijk. Je kunt hem daar zien. Zie je hem? Wat een mooi plaatje, hè? Wat een mooi plaatje is dit, mensen. Oh. Ik hoop nog maar dat hij weet dat hij hierin moet, hè? En dat hij niet rechtdoor vaart. Er is al zoveel misgegaan vandaag. Hij vaart rechtuit. Hij komt op een andere plek aan. We staan hier met 300.000. Of, wacht even. Benieuwd of
hij ziet me niet. Sinterklaas! Ja, hij ziet me! Hij ziet me! Die kant op! De touwen aanpakken. Maar ik ga niet meer over dat rare riggeltje, hoor. Ik ga hier gewoon achterom bij de mensen. Dat vind ik veel te gevaarlijk. Oh. Oh. Is dat weer een schot? Wat gebeurt er? Hij had nog niet zitten klaar. Alweer misgeleerd. Meneer Praatjes, ja. Deze weer. Deze. Ja hoor. Ja. Goeie burgemeester, Sinterklaas. Ook Praatjes. Ja. Staat klaar. Meneer Praatjes staat klaar. Kinderen staan klaar. Het is fantastisch. Is gelukt. Sint. Hij lukt nu. Hey. Kijk eens. Foto Piet. De foto Piet. Moet je kijken, dit is de foto Piet. Hier. En dat is de stadspiet. We gaan even aan boven. Hey. We gaan allemaal weer. Komt u maar, Sint. Doe niet voor de trap. Hoi, hoi, hoi. Wat ben ik blij om jullie te zien, zeg. Oh. Ik dacht dit wordt niks dit jaar, hè. Jawel. Ja, je leest de raarste dingen in de krant, hoor. Hier moeten we bij het hekje zijn. Hier, ja. Gaat die nog uit? Zou maar doen, hoor. Alle zekerheid. Ja. Zo. Ja. Ja, nou. Zeg jij maar niks weg, wijspiet. Ik zeg toch niks, ik heb niks in de plaats. Ja. Dat kan je lang niet gezien. Lang niet gezien, hè? Veel bukken hier. Schat, ik heb toestanden met de bukken. Ja. We zijn er. Aanval. En wie is er al? Even bukken, meneer. Ja, wacht even. Wat ben ik blij dat u weer hier bent. Ja, maar anders ik wel. Ja, Sinterklaas, ik wilde u iets vragen. Doe het vooral, Aart. Maar ik ben weer even kwijt wat het was. Onthoud het maar even voor straks. Ik word steeds ouder en ik begin een beetje te vergeten. Één ding, maar dat was het niet. Maar ik zou heel graag volgend jaar voor Sinterklaas een nieuw dakje willen hebben op mijn commentaarcel. Want die is lek. Even noteren, ja. Dakje Aart. Ja, dakje. Heel ja, top. Fijn. Nou, dank ik ben blij dat je het weer weet. Ja, ik breng u. Nee, maar het was nog iets anders, maar daar kom ik wel op terug. Ik breng u naar de burgemeester. Daar is de burgemeester van Woudrichem. Dag, welkom in Woudrichem. Dank u. De stad van Jacobus van Beieren, dat wist u al, hè? Ja, uiteraard. Nee. En ik heb drie kinderen meegenomen. Ja. Dit is Marjolein, die is dagjarig. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. Hoe oud zijn we geworden? Zes. Ja. En dit is Allah, die komt uit Irak. Allah. En die is op 31 december jarig. En Mandy is. Net dit jaar. En Mandy is op 5 januari. Nee, december. 5 december. Dat is een bekende dag. Geef me een hand. Zo. Dan gaan we samen vieren. Ja. Goed zo. Leuk. Ja. Ja, ik denk dat we daar, hè, Sinterklaas, dat u jou... Even naar het officiële podium. Gaan jullie mee? Dat is Woudrichem. Daar zijn we goed. Ja, dat denk ik. Wat maak je ervan? Je maakt je toch een laatste zorg. Ja. Kees!
Ja, best wat? Kom maar, jongen. Ik heb deze op school gemaakt. Hij is wel heel mooi met steentjes. Ja, allemaal kijkers, burgemeester, zijn zo blij dat ze u zien. Ja, dan nee, u Sinterklaas. Oh, nee. Ik heb er heel lang op u gewacht natuurlijk, hè. Ja, ja. Dat u kwam. Maar ja, het is ook een hele reis, hè. Nou, stapje. Hè? Nog een stapje. Oh, ik geloof. Van hierbij, ik zing zo dat ik het niet kan. Die kans. Waar is Marjolein nou? Ja, ik heb een joek. Zo. Ja, ze is jarig ziek. Ja, goed hè? Mooi. Oh. Mooi muziek. Kijk, die hebben allemaal dezelfde sjaal op als Arns. Dat is de fanclub van Arns. Sinterklaas, hartelijk welkom in Woudrichem. U weet wel, de stad van Jacoba van Beieren. En u ziet het, we zijn er klaar voor. U hebt natuurlijk een hele, hele lange reis gehad, Sinterklaas. Ik heb mij heel goed en langdurig kunnen voorbereiden op deze fantastische dag. Sinterklaas, het is allemaal goed georganiseerd. Ik denk dat u door de prachtige stad van Nederland, wat zeg ik, Europa, van de wereld komt. Want Woudrichem is een wereldstad. En als u achter u kijkt, heeft u al gezien natuurlijk historische haven. Speciaal voor u ook aangelegd om de boot hier goed te laten arriveren. Ja. Sinterklaas, we zijn apentrots dat u er bent. Juist, laat eens horen. Laat eens horen. Goed zo. Sinterklaas, u ziet, we hebben 3 kinderen meegenomen. De een is jarig. Dus ik vind dat we best even Lang zal ze leven kunnen zingen. Kom! Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hebben we de wiep? Hoera! Hebben we de wiep? Hoera! Kusje! Natuurlijk Sinterklaas nog Mandy, die is op uw verjaardag echt jarig. En we hebben onze Allah, die komt van de asielboot, maar daar zijn we hartstikke trots op, want die horen allemaal bij ons. Sinterklaas. Apentrots zeker. Apentrots ook weer, jammer niet te veel apen Sinterklaas. Maar er zijn 3 cadeautjes hebben ze meegenomen voor u en misschien kan je die wel een beetje aan Sinterklaas even geven. Hè? Nee. Ja, voor u. Kan jij de stad Sinterklaas in voor u? Nou. Maar dat is de omgekeerde wereld, want jij bent jarig. Hebben we geen cadeautje voor Marjolein? Mag ik het openmaken? Even kijken hoor. Allemaal tekeningen in Sinterklaas, denk ik, hè? Oh, ja. Pak eens. We hebben een boot vol cadeautjes voor Marjolein. Oh, kijk eens, een handstandpiet. Een handstandpiet. En, nog en hier een, allemaal voor Sinterklaas van Marjolein. Heel goed bewaren, Piet. Heel mooi. En wat hebben wij nog? Van Ola. Even vasthouden, alsjeblieft. Dat gaat wel, hè? Tuurlijk gaat dat, Sinterklaas. Dat is een boek. Dat is een boek. Dat ga ik heel goed lezen. Kan je me helpen, Ola? Nee? Dan doe ik het alleen. Mooi, Sinterklaas. Oei. Even kapot breken. Zo, dat gaat goed. Jongens en meisjes, ik vind trouwens dat we zo direct ook even moeten zingen, hè? Ja, dus ik moet de als we met elkaar zingen, maken, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Daar is hij. Daar gaan we. Ja, dirigent, kinderen, let op, hè. Sinterklaas, er komt een speciaal lied voor u. Ja? Ja, maar kijk eens even, burgemeester. Oh, prachtig, hè. Kom maar binnen met je knecht, want er zit hoofdpiet, kan je hem nog even. Thank you.
zonder kinderen te wachten in Woudenberg. Het paard wordt paardenongeduldig. Paardenongeduldig, vanmiddag, eigenlijk aan het einde van de tocht, zet hij met een heleboel kinderen en hem nog een hele speciale verrassing. Maar dat verklappen we natuurlijk niet, Sinterklaas. Nee, dat is een surprise, nee, zeker. Wacht op, hè. Sinterklaas, goede tour door de stad. We gaan. Die daar nog een paar kindjes blijven toe. Of niet? Ja. Oh, daar hebben we het paard van Sinterklaas weer. Och, die lieverd. Och, die lieverd, die staat er ook alweer geduldig te wachten. Hoi. Hoi, met die moeder van Allah. Ja, leuk dat jullie er ook zijn. Hallo. Hallo. Koude handen. Ja, schat. Schat, niet huilen, alsjeblieft. Niet huilen. Dank je voor je broodjes. Hallo, Sinterklaas. Hallo. Sinterklaas. Hallo. Hallo, schatten. Hallo, wij gaan te paard. Hallo. Ja, wij gaan te paard. Dag, hoi. Fijn dat jullie er zijn. Hoi. 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 Jullie er zijn. Hallo, kereltje. We gaan er weer op, hè? Ja. We gaan er weer op. Zullen we even? Ja. Oh, oh jongens, toch. Ja! Oh. Oh, wat goed, hè? Keugel. De jas over de kop. Pieten, wat fijn dat jullie er ook zijn. En jij bent er. Zo. Oh, Piet. Heb jij het in onder controle? Ja. We mogen. Dag, Aard. Dag, Sinterklaas. Slag gedraaid. Nou, dan gaan want we zijn nu van de andere kant van de rivier gekomen. Ja, ja. Anders zullen we de weg maar kwijtraken. Goed zo, dus jongen. Dan moet je er dwars door. U moet er nu dwars op het paard gaan zitten. Laten we maar proberen. En dan gaan we. Ik ga wel voor, Sinterklaas. Goed. Kunt u zien hoe het moet. Hij kletst maar wat. Hè. Komt u maar, Sint.
dwars erdoor, Sint. Ja, zo. Sinterklaas, let nou op. Dwars door de poort. Goed zo, Amerigo. Ja, kijk, zo, ziet u wel. Zo gaat hij goed, hè, jongens. Ja, als Sinterklaas maar naar me luistert, dan lukt het wel. Ja, we zijn erdoor, hoor, Sint. Hé, hé, ja, nou, dat was even spannend. Goed gegaan, hè? Nou, hè. Wat zeg je? Ja, jongens! Pak de poort maar weer in! Pak de poort maar weer in, zegt die Piet. Die heeft ook altijd grapjes, hè. Elke keer weer hetzelfde grapje. Dat gaat razendsnel, zeg. Die Pieten zit al bovenop het dak. Dat zijn watervlugge Pieten. Met de cadeautjes al bij de schoorstenen. Jongen. Kijk nou toch, die Sinterklaas, hè. Of er niks gebeurd is. Hij blijft altijd rustig, altijd. Terwijl ik me maar de zenuwen maak de hele tijd. Oh. En de banketbakkertjes. Die lopen natuurlijk al met de speculaas. De speculaas is nu al klaar. De kleine banketbakkertjes. Kijk, een hele dikkertjes ook. Hele karren met speculaas. Lekker is dat. En een mooi fanfarekorps. Oh, wat is dit mooi, zeg. Oh, dan moeten we het volgend jaar weer doen, deze stad. Ik vond het leuk, een leuke burgemeester en een leuke stad. Wat is het toch met zijn achterhoefjes? Hij wil er steeds mee trappen. Sinterklaas, kijk nou eens. Kijk nou eens. Ja, allemaal Sinterklaas. Ja, ik weet. Meedoen. Ja. Hey jongens, bedankt. Oh. Hey. Alles versierd. Natuurlijk klaar zijn als die Sinterklaas binnenkomt, hè. Kijk, hier heeft een... Ja, die winkel die heeft allemaal klaargezet. Een wortel in een klomp. Dat is ook heel mooi. En ja, die banketbakkertjes die brengen natuurlijk al dat speculaas al naar de winkel. Dat kunnen ze zo vlug, dat maken. Dat hebben ze dan in een paar uurtjes allemaal even gemaakt. En de speelgoedmoeder, de speelgoedwinkel. En de knuffels naar de knuffelwinkel. En de snoep naar de snoepwinkel. Hallo! Oh. En wat doen ze nou? Zo, nog ietsje verder, geloof ik. Nog ietsje verder, zegt Sinterklaas. Hier. Zo. Ja, daar gaan we. Hier gaan we.
gaan we trainen. Goed zo, jongens. Doe het maar voorzichtig aan. Goed zo, jongens. Ja, dat gaat. Ja. Jongens, dat valt heel goed. Laat maar. Wegwijsvier, doe dat even voor. Ik zal het even voor doen, jongens. Hij doet het nog één keer voor, ja? Kijk, okay. Als jij me nou even... Die man is al 40 jaar in dienst. Met Pietje van alles erop duwt. 1, 2, kom maar. Even, ja. 1, 2. Hup, kijk, en dan doe je dat zo. En dan ga je... Oh! Oh, 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 oh. Oh. Dat ziet er gaat toch niet goed? Dat is toch grap, werkelijk het dak. Doe jij het dan nog maar eens voor? Laat maar eens zien hoe dat gaat. Pak maar een bakje Piet altijd van deze kant te trappen. Deze kant, heel goed. Oh, jullie hebben en een ladder pakken. Ja, deze ook kan het ook. Ja, kijk eens, kijk eens. Ja! Zo moet dat. Voorzichtig terug, Piet. En deze zijn nog maar net in opleiding. Hoe lang doe je dat nou toch al, man? Hoe lang doe je dat al? Kijk, met een trap kan het natuurlijk ook, ja. Dat is logisch. Voorzichtig met het dak. Probeer jij het? Mag ik het proberen? Ja, ja, ja. Ja, probeer jij het ook nog maar eens eventjes. Nee, ik wil het proberen. Even wachten, we hebben er nog één. Elvan, probeer jij het eens. Zo. Ja. Ah, ja, ah. Goed zo, goed zo. Ja, maar ze heeft geen pakje bij zich. Ja, wacht nog even, wie is dit? Ik kan het, ik kan het. Ja, dat is hier Elvan. Elvan, kom kan jij ook luisteren? Nee. Door de schoorsteen. Even luisteren. Door de schoorsteen, ja? Ja, heel goed, heel goed. Kan ik het nou, kijk eens, Hoofdpiet, of ze het kan of niet. Ze kan prachtig luisteren, maar het is geen Pietje. Elvan, nee. Alsjeblieft. Elvan, mee, het gaat hartstikke goed met jou. Ja, laat die hoofd maar ga lekker een eindje verderop. Hè? En de wegwijspiet moet zijn werk doen. Wat gebeurt er nu? Waarom niet van zijn werk? Wat gebeurt er nu, hoofdpijn, Piet? Wat doe je nou? Nou, het komt allemaal goed met hem. Maar zij gaat langs de kant staan, dan gaat ze zwaaien naar Sinterklaas en dan komt het allemaal weer goed. Dag Elvan. Hè? Dag. Zeg maar even dag. Heel goed. Dag. Zo, wegwijspiet, je moet aan je werk. We moeten verder. Kom maar. Ja. Jullie gaan trainen, kom op oefenen. Ja, sorry. Trainen in die schoorsteen. Luisteren pakjes. Nou. Daar gaat hij. En kom maar weer overheen. Wat een bruut. Je bent echt een bruut. Hebben ze nog goed geoefend? Hey. Ja, ze hebben goed geoefend. Ja, we krijgen problemen daar. Ik wil jou alles over de gang doen. Ja, die Elvan die wil natuurlijk hulppiet worden. Dat heeft ze ook gezegd, weet je wel. En nou ja, probeert ze daartussen te komen, maar die hoofdpiet die wil dat helemaal niet. Nee. En die wegwijspiet is natuurlijk een beetje verliefd op de... Ik denk het wel, hoor. Ik denk, let maar op mijn woorden, dat zou je zien. Dat zou je zien. Piet. Wat kan ik doen? Hey jongens, hoe jongen! Het eerder gezien. Hey, zet je schoen vanavond. Hey jongens. Hey, tegen ons zoeken. Ja, natuurlijk. Schouder. Dankjewel jongens. Dankjewel. Dat zou wel dat je veel schouders terechtkomt. Hey. Nou, dat is het. Doe maar je schoen vanavond. Moeten we er hier af? Zullen we eraf gaan? Hé, hey, dag jongens. Ik zit hier even afstegen. Ja. Even afstegen, Piet. Ja. Wat is dit nou weer? Dat zijn ja, mensen van vroeger, lijkt het wel. Zie je dat? Geloof, ik ruik vis. Ik ruik vis. Gaat u maar op de geur af, Sinterklaas. Rechts zo gaan, op de geur. Komt u maar hoor, zie. Volg u mij maar gewoon. Kijk nou eens. Ik heb hier een speciale man op klompen. Hoi, ik ben Tony. Dag Tony. En ik wil u rond gaan leiden bij de kinderbuurtvereniging Buitenpoort. Want ze zijn allemaal oud Hollandse spelletjes aan doen. Oh, mag ik dat allemaal zien? Ja. Ik ben gek op oud Hollandse spelletjes. Ja. Kom maar. Als u het durft. Ik durf. Persoonlijk ben ik een beetje bang voor oud-Hollandse spelletjes. Ja? Dus ik zal voorzichtig doen. Ja, ze zijn mij vaak iets te oud. Ik zal je een beetje geleiden. Ja, ik hou me voorzichtig. Vissen is ik wel. Oud-Hollands is toch beter dan Jong-Hollands, Nieuw-Hollands? Tony, leg het mij allemaal uit. Ja. Nou, hier zijn de kleine kinderen aan het vissen en aan het bootje varen. Want vroeger, nou ook mogen de kleine kinderen nog niet over de rivier gaan vissen. Dus dan doen ze het in het touw. Wat leuk, en die bootjes maken ze zelf? Ja, deze vroeg heel veel. Gevangen! Een zilvervisje. Ja. Ik heb een kustenboontje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaas.
liedje. Dankjewel, dat is heel mooi, een oud liedje, dank je. Je kent een hand, vissen gevangen. We gaan verder, Tony. Ja, leuk hè. Oh. Nou, hier zijn ze. Hallo. Sinterklaas. Hier zijn ze aan het... Kijk hier. Wat is dit allemaal? Hier zijn ze aan het sokken breien. Want ja, als ze vroeger de mannen op zee gingen, was het wel eens koud voor de voeten. Ja. Nou. Ik zou jou eens wat vertellen. Ja. Dit zijn geen oude vrijsters. Dit zijn oude breiers. Breisters, ja. En die drinken er een lekker glaasje bij. Ja. Heel slim. Het breien is een excuus, ik weet het. Leuk zien jullie eruit en we breien sokken voor de vissen. Hé, hey, hallo, je bent een beetje... Jammer. Gezellig, Tony. Ja. En het vuurtje brandt, wat zit er in die pan? Het is net. Doe ook een beetje piketanus hierin. Zo, verder gaan Sinterklaas. Sinterklaas! Nou, we gaan daarheen. Linko, Linko. Hallo Sinterklaas! Hallo, lief oud kind. Hele leuke oude kinderen hoor. Hele leuke oud-Hollandse kindertjes. Ja. Ja, ja. Kijk nou toch. Ze zien er heel gezond uit. Lekker mee, hoor. Ja? Waar gaan we naartoe? Ja. Dit is het nette boeten, dat is een ander woord voor nette maken. Ja. Want als ze het wel eens de fuiken in het water deden, ja, dan was hij wel eens beschadigd. En dan zijn ze het nou aan het repareren, kunt u dat zien. Heet boeten. Ja. Wat doet hij dat mooi. Moet je daar heel lang voor oefenen, boeten? Boeten? Daar moet je heel lang voor oefenen, ja. Oh, ja. Ja. Als je niet oefent, dan moet je ervoor boeten, Sinterklaas. Oh ja, jij weer. Dan zwemmen ze eruit. Jij weer. Ik wou het overslaan. Ja. Sinterklaas, ik hoor het oude mannenkoor. Ah, het oude dat, dat is ballen gooien. Ja, ja. Laat even zien. Ja, en daar zijn ze aan het stelten lopen. Want vroeger deden ze heel veel stelten lopen. Stelten lopen? Ja. Kan ik dat ook? Maar dat is... Mag ik dat proberen? Staflopen. Doe jij de stapjes? Dan hou ik de stapjes. Ik wil stelten lopen leren. Mag dat? Nou ja, zeg. Of wat? Wat gevaarlijk. Als er een camera bij je doet dan. Oh. Wat nou? Ik heb een los stelten lopen. Heb je zitten klaar? Ja. Ja. Dankjewel. Dat is erg moeilijk. Ja, 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 ja. Hebben. Ja. Sinterklaas. Nou, hier. Wij hier. Sint. Tony. Dit is de oude Roerkumse visserskoor. Want als er feest is, visserijdag, hebben wij ook wel eens een zin in. Laat horen. Dat ruikt lekker, zeg. Jongen, jongen, jongen. Ja, maar nu even niet, hè. Nee, maar bewaar er een voor me. Of breng er een naar mijn kasteel. Tuinfeestje. Ja, eentje voor achter uw oor, Sinterklaas. Ja. Hallo, lieve. Dat zijn hele mooie oud-Hollandse meisjes. Ja. Kijk eens, dat is een mooie oud-Hollandse Ajax. Hey, dat kijk, dat even een schouw. Ja, dat is een schouw. Sinterklaas? Ja. Sinterklaas, dit is een heel oud-Hollands gebruik. Ja, heel vroeger waren de mensen, die waren allemaal voor Ajax. Er zijn er nog wel een stel, dit is er eentje. Oh ja. Als Ajax weer, hè, als ze weer gaan. Oh ja. Dat is 100 jaar. Wat is Ajax? Moet je het snel doen. Ajax is een voetbalclub. Zeg. Oh ja. Nou, dit. Tony. Ja, maar... ja. Ja, door, hè. Hey, door. Hoi. Hier gaan we kijken. Dit is de... Hier gaan we kijken. Ja, dit is de beste visbakken van Woerkerk, dat zeggen wij dan.
De beste vismakker van Woerskum. Wilt u een stukje... Hey, jongens. Wilt u een stukje vis proeven? Hey, taboef. Kan ik gooien met twee ballen? Kibbeling. Hey, kibbeling. Geef me een kibbeling. Ik geloof het niet. Nee, kan ik niet. Jij wel? Jij ook. Kibbeling trekt snel in de baard, Sinterklaas. Het is heerlijk, maar het trekt snel op in de baard. Hoi. Heel lekker. Voortreffelijk. Stuur hem ook een paar naar mijn palet. Ja, doe het bij. Ja, ja. Dat is leuk, hè, Kibbeling? Hey. Daar staat Tony, ik heb genoten. Ja. Ik vond het heel leuk. Drukker. Buurtvereniging Buiten de Poort. Volgend jaar zie ik u weer. Ja? Ja. Nou, dankjewel. Heb je al wat pepernoten gehad of heb je er helemaal geen zin in? Nou, dan is het goed. En anders eet je maar wat kibbeling. Hè? Tony. Lekker hoor. Je hebt uitstekend gedaan. Heel goed. Dank, Tony. Wat nu weer? Sinterklaas, wil u een gerookte zalm aanbieden? Een gerookte zalm? Vroeger werd hij hier in de rivier gevangen, maar nu niet meer. Nee. Ik neem hem wel even samen. Juist. Goed bewaren. Deze moet gewoon naar Noorwegen. Maar die is helemaal naar Woudrichem gesproken. Dat komt wel goed. Ik ben daar heel blij mee. Ik dank je wel. Ja. Ik dank jullie wel. Jullie zien er prachtig uit. Ik ben gek op zalm. Bedankt. Zalmboeren. Bedankt. Dank je wel. We gaan van de boord. We gaan naar paard. Goed. Dank je wel, jongens. Meisjes. Ik moet te paard. Kom maar aan, hoor. Kom maar aan. Kom maar aan. Ja, akkoord. Aan die kant op. Dag, Piet. Piet. Kom maar aan, hoor. Jongens, dag, Piet. Hey, dag, jongens. We gaan er weer op, knul. Hé, hey, kom weer. Kijk nou toch eens. Heb je zo'n dak, Piet? Die heeft nog een pakje over, dan gaat hij een beetje mee dansen en een beetje mee jongleren natuurlijk. Daar zit hij weer. En hij is al zo oud. En moet je eens kijken hoe Sinterklaas te paard gaat. Nou, daar kan een menige jonge man en jonge meid een voorbeeld aan nemen. Heel goed. We gaan. Dag Elvin. Dag, wegwijs Piet. Ja? Kan je mij misschien de weg wijzen naar... Ja, hoor, ik kan jou de weg wijzen. Kijk, als je de weg moet wijzen, dan moet je zo, moet je de weg wijzen. En als je de andere kant op wil, dan wijs je zo de weg, snap je? En als je dat dan zo doet, dan, dan ga je het vanzelf, komt het goed. Ga je er nou weer de weg wijzen? Ja. Jij wijst haar helemaal de verkeerde weg, ben ik bang. Jij gaat aan je werk, de Sint is alweer weg. Elvan, jij gaat tussen de kinderen staan. Ja. Goed, je mag kijken, maar kijken. Dag. Kijken niet kopen, ja? Dag, Elvan. Ja. Dag, wegwijs Piet, achter de Sint, we gaan werken. Kom op. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Die zwarte Piet, die is gewoon op Elvan. En kijk nou toch, wat er allemaal al te koop is. Dat hebben ze allemaal in die paar minuutjes dat Sinterklaas er is, hebben ze het allemaal even in orde gemaakt. Prachtige etalages allemaal. En alle pakjes die al van de schoorsteen afhangen. Zie je dat? En van de dakgoot. Wat kunnen die Pieten hard werken, zeg. In een paar minuutjes is die hele stad omgetoverd. Kijk hier weer, een stoomboot. Allemaal eventjes zo gemaakt en geplakt van papier en veertjes en watten. Ah, schitterend. Schitterend mooi. Nou, schiet mij toch iets te binnen. Ik geloof dat ik... Ja. Weer mooie pakjes allemaal.
Wat een rare gewoonte, hè, om dat buiten te hangen. En niet bij je schoen. Maar het brengt mij weer op een idee. Ik weet weer wat ik Sinterklaas wilde vragen. En daarom lijkt mij dit het goede moment. Ah, oh, dan kent u de ouderen gaan niet natuurlijk, hè? Ik ben het weer kwijt. Eindje verderop staat hij weer. Heeft een Word ik weer, ja. Oh ja, het is wel steeds dezelfde toch, hè? Word ik weer van mijn apropos gebracht door die burgemeester? Wat wou ik nou toch vragen? Nou ja. Heeft hij gedaan? Ja, heeft hij gedaan. Hoi. Hoi. Hoi, leuk dat je er bent. Meelopen. Meelopen. Gaan we dansen? Oh, kijk eens. Hoog, braaf. Hou hem laag. De Noormannen zitten klaar. Wat is dit nou toch weer? Wat doen ze hier nou weer? Ik weet niet wat ze allemaal gaan doen. En ik wil hem iets vragen, Sinterklaas. En ik weet het weer. Maar dan moet ik wel snel erheen gaan. Want anders ben ik het weer vergeten. Ik ga naar Sinterklaas toe. Ik kan mij even het schelen. Kijk, verdwijnt in een kist. Oké, dat is goed, Piet. Dit is de Slot Loevestein. Ja, op de achtergrond. Nou, natuurlijk, ja. Ja, dat kunt u makkelijk zien op het paard. Ja. Maar wij staan wat lager, Sinterklaas. Op het paard? Nou, op het paard. Ja, dat zegt u nog wel, maar nee, hè? Dat is toch ook het slot van de oude ambachten? Ja. Op de kist liggen, hebben ze uitgevoerd. Ja. Met die kisten. Zeg, hand bij Piet. Zullen wij proberen mee te doen? Ja. Zullen wij... Mogen we? Zullen we die kant op? Mogen we mee? Zeg wat ik moet doen, hè? Ja, oké. Zeg wat ik moet doen. Die kant op. Wanneer? Nu nog niet? Nog niet? Zeg, ja, daar gaan we. Ja. Ha, hey, hop, 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 hey. Mooi, hè? Hop, hey, hop, hop, hey. Het is een vak, Sinterklaas, dat is een vak. We gaan weer. Dankjewel. Dag jongens. Hallo, bedankt hè. Dag. Wat is dat nou? Oh, kijk nou eens. Kijk nou eens. Oh, hoor je dat? Hoor eens Piet. Hoor eens, ik hoor hier. Oh, ik hoor Robin. Ik hoor Ruben. Ik hoor Olivier. Jan-Paul. En Michiel. Oh, hoor je dat? Geweldig, kinderen. Oh, lekker aan het paard. Lekkere wortels voor hem. Oh, dat zal hij heerlijk vinden. En ik hoor Henriette. Ik hoor Wesley. Oh. Dankjewel, hoor. Dankjewel, lieve kinderen. Dankjewel. Zullen we daar het paard van de Sinterklaas geven? Dat zullen we geven, hoor. Dankjewel. Jongen, grote wortels. Echt aardig. Vanavond komen we cadeautjes brengen, hoor. Jongen, dankjewel. Dankjewel. Oh, dat zal we aan het paard geven. Oh, dat is mooi. Oh, jongen. We komen heel veel mooie cadeautjes brengen. Thank you.
wilde zwaar. Weet je het weer? Ja. Wacht even, hè. Even wachten. Oh ja, u moet de groeten hebben. Van? Van de meneer Aard fanclub uit het veld. Oh ja. Nou, dankjewel hoor. Wacht, er was nog iets. Er was nog iets, ik wilde nog iets vragen. Weet je, man, ik heb alle tijd. Ze worden een beetje ouder. Ik heb een heel sterk vergeetgevoel. Ja, ja. Nou, maar dat weet je nog. Ja, hé, ik heb hem. Sinterklaas. Wil je me niet van de paard afrukken? We eventjes achter op het paard kunnen? Nee, dat kan helaas niet. We kunnen wel wisselen. Ik eraf en jij erop. Maar we kunnen niet tegelijk. Maar gewoon niet, Sinterklaas. Dat vindt het paard niet prettig. En het paard moet je te vriend houden. Nou, Sinterklaas, ja? Wilt u alstublieft in Sesamstraat komen? Willen we dat? 50 cent. Dat doen we. Dat willen wij. Hoi! En dan weet jij weer wat je vragen wou. Ja, dat wou ik vragen. Ik kom er even af, dan kan ik even met je praten. Komt u maar. Hoe kom je aan die prachtige sjaal? Heb ik van de burgemeester gekregen. Oh. Zal ik hem voor u ook een vragen? Ja hoor. Ja, is goed. Dat doe ik. Doe ik straks. Ik zie u zo weer, hè? Ik weet het niet. Ja. U moet daar verder op die kant op, is naar het stadhuis. Aard weg, bij Piet. Neem een borrel. Ja, goed. Ja. Ga lekker zitten. Wat er wat aan. Hey. Hallo. Ja, ho, blijf, ik kom allemaal bij je. Hoi, speel dat je man. Hoi, hoi, leuk. Nee, dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde spelling weer uit. Hoi, doe maar lekker erin. Hoi, wat een cadeautjes allemaal. Hey, dag jongens. Hoi, schatten. Hoi, ben je naar de overkant? Hey, dat doe. Ja, hé, hey, Stas! Oh, hé! Hey. Zo, wat goed dat jullie zijn gekomen. Hé, hey, dag meneer, dat je er ook bent. Wat goed. Ik had je wel verwacht, hoor. Zet jij je schoen vanavond? Ja? Afgesproken. Hé, hey, dag jongens. Kijk, daar is... Oh, Wietske! Dag, waar is de Sint? De Sint blijft achter, jongens. Hoi. Zie je dat? Mooi, hè? Allemaal hulp, Sinterklaas. Goed, hoor. Hey, dag, jongens. Hey. Dag, scheet. Hey. Welkom. Hey, dag, Sinterklaas. Dag, meneertje. Hoi. Hey, nog een hulp, Sinterklaas. Dag, jongens. Het zonnetje schijnt. Oh, welkom. Hoi, schat. Hoi, schat. We gaan even naar de overkant. Ben je daar? Kijk nou, de roepen. Kun je in de kamer gaan? Jij bent Sinterklaas. En jij bent Sinterklaas. En jij hebt een kerstmannenpak aan. Ja, je weet, hij steekt er niet uit. Hoi. Dag Glen. Hoi. Hallo. Hoi. Daar heb je die dakpieten weer. En die proberen natuurlijk weer zoals elk jaar grote cadeautjes in kleine schoorstenen te duwen. Allemaal lieve kinderen. Dat gaat niet. Oh, wat mooi. Oh. Oh, wat een mooie cadeaus. Oh. Hoi. Wat zijn jullie lief, hè? Wat zijn jullie verschrikkelijk lief. Jullie moeten goed zijn opgevoed. Hallo. Sinterklaas, hier nog een kleine man. Hallo. Hier nog een kleine man. Ondanks het feit dat je uit Limburg komt, toch een hand. Ja. Wat doe je toe? Dat zit heel wat, Sinterklaas. Helemaal in Limburg. Bijna Frankrijk. Hoi. Hey, dag jongens. Hoi. Ga je mee? Tekening. Weer aan de overkant. Dag moeder. Thank you.
hè? Een beetje bloederig hart. Hallo, kijk nou, een waaghalspiet. Aan de dag groot. Dat is niet echt, geloof ik, hoor. Dat is niet echt, dat is een stuntman. Een stuntman. Ja, ik heb en Bo. Oké. Dit Bo. Ja, dit is Bo. Hij komt eraan, hij is er bijna. Hallo. Hallo. Even naar de overkant. Ben je er ook? Ik wist dat je er zou zijn. Ik weet helemaal niet of hij aan. Dank je wel, Sinterklaas. Duizenden. Ik hoor niks. Ik wou zo graag even naar de... Moet je huilen? Nee. Wat? Ga jij wel eens dood? Nee. Ik hoop het niet. Ga je wel eens dood? Nee, je gaat nooit dood, Sinterklaas. Och, kijk, dat paard met zijn sokken aan, die wordt een beetje ongeduldig, hè? En dan gaat hij zo'n beetje met zijn voeten over de straat heen schrapen. Heeft hij zoiets van Sinterklaas? Komt er nog iets van? Hoe heet je? Wat een leuke naam. Waar heb je muts? Ik ken ook een kindje dat Bram heet. Ja. No. Het houdt niet op. Ik ga te paard. Het is iemand met een reuze Sinterklaasmuts op. Zag je dat? We gaan erop, Paardje Piet. Wat vind je? Hoi. Gaan we? We gaan niet de doos beneden brengen. Ik hoor Noël. Ik hoor Jansie. Oh, en Tom. Ja, en Stef. Oh. En Joris. En Nienke. Oh. En we gaan al die cadeaus gaan we beneden brengen. Goed. Oh. Wat kunnen jullie mooi zingen, kindertjes. Wat is dat nou? Ik zie daar ergens Sinterklaas, een zwarte Piet achter het raam staan. Dat kan niet. Er staat Sinterklaas, een zwarte Piet, die staan daar achter het raam. Zeker aan het schuilen of zo, bang dat het gaat regenen. Moet je kijken, moet je even kijken, ze staan achter het raam. Natuurlijk weer die Sinterklaas en die hoofdpiet. Kom onmiddellijk mee. Jullie moeten mee in de optocht. Zo, nou. Hij ziet je wel. Gelukkig bent u er weer, hoor, Sinterklaas. Gelukkig bent u er weer. Je mag dat niet meer doen, hoor. Hallo. Hij komt. Hij komt, de goede Sint. Hallo, lieve Sint. Dat is mooi. Hij is mooi, ja. Het paard. Voor het paard. Zal ik hem aan geven? Tekening.
mensen bij elkaar heb ik nog nooit gezien, hè. Het is ook wel een hele grote stad, hoor, dat Woudrichem. Ik vind het wel echt een enorme stad, zeg. Dat er zoveel mensen in kunnen, hè. Ongelooflijk. Oh, kijk, dan komen we bij een podium. Dat is altijd voor een gemeentehuis. Of het stadhuis. Ja, zie je? Daarachter. Met die trappetjes boven. Dat is het stadhuis. Ja, stadhuis. Geschenk van de burgerij van Woden. Probeert u eens voorzichtig te gaan zitten, Sinterklaas. Kijken of u niet... Hij houdt het. Hij houdt het. Mooi. Mooi, hè? Nou, maar eventjes dachten we, zou het goed gaan, hè? Ja, nee. Ik weet het nou het, hè, met die Pieten van nu, hoor. Ik bedoel, hele verhalen mijn van... Pieten hoor. Zijn zeer goed, ja, burgemeester. Nee, daar heb ik ook niks over, maar ik heb wel verhalen. Nee, ik had meer de indruk dat je het nooit met u weet, burgemeester. Maar goed, het is goed afgelopen. Ja, het is goed. Ja. Zo. Ja. Burgemeester. De burgemeester wil wat zeggen, geloof ik. Gaat u even bij Sinterklaas op school, burgemeester. Nou, dat is een beetje overdreven. Ja, dat hoeft niet. Sinterklaas, u ziet alle kinderen hier staan. En die kinderen hier, die hebben een hele speciale verrassing voor u. Want er is een speciaal lied gecomponeerd, geschreven, voor vandaag. Uniek. Is ook een cd van, dus die krijgt u natuurlijk ook. Maar Sinterklaas, al die kinderen die hier staan, die gaan zo direct voor u dat lied tegen horen brengen. Nou, laten we dat maar laten horen. Maar lijkt mij... Sinterklaas, ja. Er staan beneden nog wat kinderen die eigenlijk eerst bij u willen komen. Ja, hoort u dan, burgemeester? Dat moet er eerst even gebeuren. Er is baas en bovenbaas. Ja, dan, je hebt baas boven baas. Ja, kom even, kom op de leuning zitten. Zitten. Als u niet op school durft, gaat u op de leuning. Ik wil die kinderen graag hier. Ik ga ze halen. Hoofdpijn Piet! Ik ben Hoofdpijn Piet. Hey. Hoofdpijn Piet, geef mij eens even twee kinderen. Even een keer. Wil je even wat tegen de Sint zeggen? Twee. Hopla! Zo. Dan zit de Klaas. Dat was wel een meisje daar, hè? Ja, ook even wat zeggen. Nou, je staat wel mooi vooraan, man. Ja. Ja,
gaat om allemaal, maar nee, doen we niet. Hè. Oei. Nee, die, kom er maar bij. Ja, ik heb nog alles goed over. Goed. Kom maar. Kom erbij, jongen. Zullen we met z'n allen een liedje zingen? Ja. Kom best. Zeg eens een liedje, dus we met z'n allen gaan zingen. Met z'n drieën. Op. Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Ken je dat? Ja. Wij gaan een liedje zingen. Heb je het al gehoord? Ja, daar gaat ie. Heb je het al gehoord? Sinterklaas gaat u al uw geven voor. Heb je het al gezien? Heb je het al gezien? Heel veel pieten zijn er meer dan 10. U heeft met de boot een lange reis gehad. Sinterklaas, oh, in ons vestingsdag. We konden haast niet slapen, we doen geen nog meer dicht. Toen werd er na de wat een fijn bericht. Het was een verrassing, veel groot en nog wat klein. Om naar hier te komen, zou dat geen grapje zijn. Maar nee, dan bent u echt, we zien u al staan. We zijn toch niet voor niks, naar Wouden van gegaan. We konden haast niet slapen, we doen geen nog meer dicht. Toen werd er na de wat een fijn bericht. Het was een verrassing, voor groot en ook voor klein. Om naar hier te komen, zou dat geen grapje zijn. Maar nee, dat bent u echt. We zien wel een grapje. Ik moest je wel afmeten. Ja. Pas op hoor, ik kom een gat in de weg. Gat in de weg. Is dit dat nieuwe liedje? Ja. Ik zou het eigenlijk wel met z'n allen willen horen. Ja. Hoe gaat u terug? Dat is het lied waar de burgemeester aan sprak. Dat zeg ik, Sinterklaas. Is die compromis? Ja. Hebben jullie al pepernoten gehad? En snoepgoed? Ja, ja. Kijk, daar is de Piet dan. Huh? Nee, kijk, andersom. Andere kant kijken. Oh. Ja, ja, ja. Gaat de burgemeester nu dit liedje zingen? Ja, ik heb hier Sinterklaas nou. Samen met jullie kinderen lezen. Nee, ik vind dat u het alleen moet zingen. Nou, dat vind ik wel niet. Maar de kinderen ook allemaal meezingen. Van mij mogen ze meezingen. Nou, als het van de componist mag, zal ik die eens even erbij halen, Sinterklaas? De componist is er ook. Componist, komt u eens even hier in Sinterklaas. Ah ja, u ziet eruit als een componist, natuurlijk. Sinterklaas, u hebt een... Ik ben zo blij dat ik u een keer in het echt mag ontmoeten. Want ik zit altijd maar voor de tv te kijken natuurlijk. U zit altijd maar voor de tv te kijken. Ja, het is niet anders. Maar... U hebt toch geen tijd meer om te componeren? Nou, maar ik heb ontzettend mijn best gedaan. En u heeft het eigenlijk al een beetje gehoord nu. Maar die kinderen die hebben de hele week geoefend. En we hebben een plaat gemaakt er ook nog van. Dus we wouden met z'n allen nu even ten gehoor gaan brengen. Ik kan want we niet hebben nou wachten. De gedachte erachter dat u al 500 jaar dezelfde liedjes hoort. Ja. Hè, en dat we nou dachten van, we gaan gewoon iets nieuws, iets fris. Doen! Ja, meteen. Ik verheug me erop. We gaan beginnen. Ik loop even daar naartoe. Ja, ik geniet nu al. Gaat het goed, wegwijs Piet? Sinterklaas, dankzij mij gaat alles fantastisch. Ja, ik zal even stil. We gaan beginnen, kinderen. Letten jullie op. Als ik mijn handen omhoog doe, dan gaat de muziek starten. Ja? 1, 2. Nu gaat het gebeuren, Sinterklaas. Het nieuwe lied. Dan moet u wel stil zijn, hoor. Anders beginnen ze niet. Ja. Ja, zo kan ik ook componeren, Sinterklaas. Ja, dat is niet eerlijk natuurlijk. Nee? Nee. Wat het is... gaat er mis? Maar het is een beetje technisch. Er zit een meneer en die zou voor mij dat plaatje opzetten. Oh, ja. En als ik hierin zou zeggen van dat hij kon beginnen, dan zou hij dat plaatje opzetten. Ah, hij komt. Daar is hij.
op het eind nog een keer als kano straks. Wie is dat toch? Nog een keer als kano. Op het eind nog als kano. Ja. Ja. Wie is dat toch, Piet? Sinterklaas, die is Piet. Staat hij op? Oh, dat is mooi. Wie dat is, Sinterklaas? Ja, wie is dat toch? Ik zal ik even voor u gaan halen. Oh, wat ja, dat is een meisje. Ik heb dat eerder gezien. Hou jij nog even een kindje op wegwezen? Ja, die. Moet jij niet meedoen? Die kant op, die kant op. Ik begrijp het allemaal niet zo erg hoor. Ja, ik weet, daar is er nog één. Oh, bij Piet, ja. Ik heb nog er is nog een meisje Sinterklaas. Oh, gelukkig voor u. Het is er weer! Wat nou? Ik dacht dat ik een kind op, maar dit is Elvan weer, Sinterklaas. Elvan! Uit Sesamstraat! Ja, mag ik toch op uw schoot? Ja, kom gauw. Is dat zo klein? Hoe kom jij nou ineens in Woudrichem? Oh, wacht, dankjewel. Hallo, ik ben het Elvan. Uit Sesamstraat. Ja, ik herken je toch. Niet direct, maar nu wel. Ik wilde graag een cadeautje voor mezelf. Een heel klein lief Pietje. Maar het mocht niet van de hoofdpiet. En... Oh? Nou, Sinterklaas, als we allemaal Pietjes cadeau gaan geven, houden we niks over meer natuurlijk. Nee. Maar wat is er aan de hand? Maar daarom zouden we best een hulppietje kunnen gebruiken. Ja, maar ja. Omdat we alle pieten weggeven, zijn de hulppietjes welkom. Oh. Want ik dacht misschien, kan ik toch een hulppiet zijn? Jij een hulppiet zijn? Ja. Als het mag? Maar ja, het mag misschien wel, maar je bent niet zwart. Oh, maar wacht even Sinterklaas. Niet zwart, maar daar weet ik wel wat op hoor. Ja, zo geregeld. Kijk Elvan, maak dit doosje open. Lukt dat? Moet je kijken, hè? Oh ja, kijk. Wat gebeurt er, Piet? Sinterklaas, let op. Hij vindt overal wat op. Zo geregeld hoor. Nou, doe je je vingers in en dan doe je zo. Hup, hup, en op de andere kant. Oh ja. Kijk, nou ben ik een beetje zwart. Klaar is Kees, ik bedoel Elvan. En wat wil je nou precies? Elvan is klaar. Ik wil graag... Is goed. Zelf Piet zijn. Ja. Dat is mijn wens. Zullen wij erover nadenken? Sinterklaas, we gooien het in het overleg. Ik vind het goed. We gaan nog overleggen. Maar dat is toch hetzelfde? Sinterklaas. Dat denk ik ook. Ik vind het goed, Sinterklaas. Ik vind u heel lief. Ja, dat kan je wel zeggen, maar het helpt niet. Ik vind het goed hoor, Sinterklaas. In ieder geval, ik heb met Aard afgesproken. Ik kom naar Sesamstraat en dan hebben we het erover. Nou, goed. Vooruit. Oké, dankjewel. Ja. Dag Elvan. Dag Elvan. Weer een leuk kindje. Elvan. Een kindje even zo. Van mij mag ga jij nou even... Ja, ja. Daar was nog een kindje. Oh, het kindje wil weer weg. Meneer de compirigent, meneer de dirigent, kunt u niet nog met die kinderen nog een feestelijk afscheidslied zingen? We gaan het nou een paar keer oefenen nog. We gaan het nog een heleboel keer zingen, bedoel ik. Nou, ja, ik zou het gewoon één keer doen. Gaan we doen. Ze zien er zo feestelijk uit. Als afscheid. Niet meer oefenen, doen. Nee, gewoon door me. Jij moet er straks weg. En de u gaat er nu vandoor. We gaan het een heleboel keren zingen. Ja. Heleboel keren zingen als afscheid. Begint u nu maar. Ja. U praat zoveel. Ik ben ook tekstschrijver. Ja. We gaan weer beginnen. Ja. Muziek. Daar komt hij nog een keer. Even wachten tot je de muziek hoort, hoor. A cappella. A cappella. Oh, kunnen jullie het ook zonder muziek? Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Sinterklaas, wou die gent van heb je het al gezien? Heb je het al gezien? Heel veel pieten zijn er meer dan ik vind het a cappella ook heel mooi. Wacht, ja, met dat Sinterklaas. Dank en een goede reis verder in het land. Dank u wel allemaal. Zonder muziek klinkt het ook goed, Sinterklaas. Dag Elman. Sinterklaas, dankjewel voor je komst in Nederland. En nou gaat Sinterklaas dus het land in. Hij rijdt vanavond over alle daken. En je mag dus allemaal je schoen zetten vanaf nu. Dus alle kinderen in Nederland, zoals Maaike, die ook afzwemt vandaag.
Maaike Lobeek en Simon en Hanna en Eva en Edgar en Manon en Paul en Hidde en Nies en Ian en Kees en Henk en Helene en Joke en Theo en alle kinderen van de Cats en als laatste Tommy, Inimini en Pino.